Dag dames en heren. Vandaag trok een regenzone van zuidwest naar noordoost over het land. Maar in Zeeland, daar klaarde het in de loop van de middag al op. En die opklaringen die zullen zich over de rest van Nederland uitspreiden. Op de regenradar kunnen we in ieder geval het regengebied duidelijk terugvinden. Dwars over het land. In Groningen is het nog droog, terwijl het in Zeeland inmiddels begint op te klaren. Alhoewel, dat droge weer is van korte duur, want er staan nog wel een aantal buien op het programma. Vanaf grote hoogte, Nederland zichtbaar, nog met wat opklaringen vanmorgen in het noordoosten van het land. Hier de wolkenband waar de regen uit viel en de opklaringen zagen we ook al op dat moment even ten zuidwesten van ons land. En als we de zaak in beweging zetten, dan zien we dat die opklaringen via de Belgische westkust uiteindelijk Zeeland binnenschoven. En op dat moment ging het zonnetje in het uiterste noorden van Groningen ook uiteindelijk schuil achter een steeds dikker wordend wolkenpakket. Bewolking en regen, duidelijk zichtbaar ook op de weeranimatie, gekoppeld aan een lage drukgebied langs de Engelse oostkust. Dat gebied met bewolking en regen trekt geleidelijk aan naar het noorden. Dan krijgen we vannacht een aantal buien en ook morgen trekt een gebied met buien waarschijnlijk over het zuidoosten van Nederland richting Duitsland. En voorlopig waait de wind uit zuidwestelijke richting en wordt er dus ook nog eens hele milde lucht aangevoerd. Dat merken we vanavond. De temperatuur ligt dan nog op zo'n 15 graden in Midden-Nederland. Het zal een beetje zwoel aanvoelen. In eerste instantie is het lange tijd droog, zijn er opklaringen. Maar later vanavond en vooral vannacht, dan trekt een zone met buien over het land. En dat zijn best pittige buien, want er kan zelfs onweer bij optreden. Verschillen van plek tot plek zullen overigens wel groot worden. En tegen het einde van de nacht wordt het vanuit diezelfde zuidwesthoek ook weer droog. En dan breiden opklaringen zich morgenochtend over het land uit. Dan breekt morgen regelmatig de zon door. Er kan een enkele bui vallen, maar op heel veel plaatsen is het droog of blijft het beperkt tot een enkele bui. Het is wel zo dat de lucht zo onstabiel is dat als er een bui valt later op de dag, dat het zelfs niet uitgesloten is dat er nog wat onweer bij voorkomt. Temperaturen zijn hoog voor de tijd van het jaar. Het wordt een graad of 18 in het noorden. In de zuidelijke provincies kunnen we zelfs 20 graden noteren. En dat hebben we natuurlijk allemaal te danken aan een wind uit zuid- of zuidwestelijke richting, waarmee hele warme lucht uit Zuid-Europa wordt aangevoerd. De wind blijft voorlopig uit die zuidelijke richting waaien, zuidwestelijk. En dat betekent dat de temperaturen de komende dagen hoog zijn. Maandag bijvoorbeeld landelijk gemiddelde rond 20 graden. En dat betekent dat in de zuidelijke provincies ook begin volgende week misschien wel eens een keer temperaturen van iets meer dan 20 graden mogelijk zijn. En op momenten dat de zon doorbreekt, ja, dan is het natuurlijk heel vriendelijk. Maar tegelijkertijd, het is ook wel wat wisselvallig. Dus er kan de komende dagen ook wel een beetje regen vallen. Tot de volgende keer. Thank you.